Landen in het Caribisch gebied moeten samenwerken om uitdagingen uniform tegen te gaan. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, Albert Ramdien, bij de opening van het 16e Caribische Zakenforum. Dit zakenforum is bedoeld om landen in het Caribisch gebied samen te laten komen en belangrijke knelpunten te bespreken om vervolgens van dat punt uit een plan van aanpak op te stellen. Ramdien zegt dat ontwikkelingen van onze binnenlandse bedrijven en bevordering van een milieu bevorderlijk is voor innovatie en ondernemerschap. Dit zal doorwerken naar de creatie van een inclusief milieu. Together we understand the crucial role that production and connectivity plays in driving economic growth, creating opportunities for our people and building a better future for generations to come. We need to work together to identify and tackle common challenges, support each other and connect for better opportunities. Only, and this is something I believe we all support, only in unity and peace we can create sustained prosperity in the wider Caribbean. We must be guided by high moral standings to avoid conflict in our region and find solutions through dialogue, value-based diplomacy, and effective multilateralism. We must remain a zone of peace and security in the world. De BIBIS-minister zei verder dat ook gewerkt moet worden aan versterking van de regionale samenwerking in het integratieproces. Het doel van de associatie is ook het creëren van een verbeterde economische ruimte in de regio en het bevorderen van duurzame ontwikkeling van het grotere Caribisch gebied. Three key aspects for entrepreneurs are mentioned here in our theme. Sustainable growth can only happen if there is stability in our society, social and political stability. Entrepreneurs must appreciate the risk of, appreciate the notion of risk taking and willingness through hard work to create production, to create increased production. One of the key challenges we all face, and which I hope we will be discussing extensively throughout the coming days, we have many experts in this room dealing with connectivity. Sea and air routes are critically important. Without those, nor goods, nor people, nor services will travel around the region. We need to foster better connectivity. Het Zakenforum duurt tot en met donderdag 9 mei in Torarica.